Het is dat het waterbeleid er zo op gericht is dat niet een stadje als Den Bosch bij een fikse regenbui in één keer onder water loopt. De bedoeling is dat overal in het bovenstroomse gebied water zo lang mogelijk vastgehouden kan worden. Dus in de stad doen we dat door bijvoorbeeld langs een Leenderweg tegels weg te halen, open grond te maken, planten in te planten of een wadi te maken. En dan als het water uiteindelijk bij de rivier is, dat het dan nog langer in de rivier kan blijven. Dat er nog meer ruimte voor water is in de rivier, voordat het dan bij Den Bosch op het plein gaat stromen. Dat is de opzet, ruimte geven voor water. We doen nog wat leuke dingen met ruimte geven. Ruimte geven voor bomen, ruimte geven voor boomwortels, ruimte geven voor water. Want het is eigenlijk een uniek project. Ja, er zijn niet veel van dit soort projecten in Nederland, zou ik wel zeggen. Nee. Er zijn maar heel weinig plaatsen waar zo'n rivier dwars door de stad heen. Ja, ja. Leuk. Ik vond wel dat nou het filmen kijk je daar naar het bruisende water in de verte onder de brug. Dat is de vistrap. Die vistrap. En dat is gewoon een element dat zalig dat we dat op allerlei plekken erbij hebben gekregen in de stad. Het bruis. Ja. De kracht van het water. Want Nout en ik die zijn al een aantal jaren bezig met Dommelse Kracht. In 2009 hebben wij een revitaliseringsplan mogen maken voor alle bomen in de stad. En telkens kwamen wij weer terug bij de Dommel. En de natuur en hoe de bomen groeien daar bij de Dommel, dat gaf ons telkens een kick. En we zeiden, ja, die kracht van die Dommel willen we eigenlijk de stad intrekken. Nou, een jaar later begon jij dan stilletjes aan, schoof je de stad binnen. En je hebt je hier dus 3 jaar bezig gehouden met het schoonmaken van de Dommel. En met het meanderen van de Dommel, met het weghalen van de stijve stuwen en die maken tot vistrappen. En wat net ook even ter sprake kwam, die zei ja, eigenlijk hadden we hier bij het TU-terrein waar we nu zijn meer willen meanderen. Maar dat kon niet vanwege vuilstort in de oevers. Dan heb je veel meer plekken in de stad ben je daar tegengekomen. Ja, het is eigenlijk een heel eind over wel in zijn rest dat gebeurd is. Er zijn heel veel stukken eigenlijk waar de oude Dommel heeft verlopen, zeg maar, dat stukjes dicht zijn gestort vroeger met vuil en andere dingen. Ja. Dat is in de loop van de tijd een beetje afgedekt door de grond die eroverheen is gekomen en natuur die eroverheen is gekomen. Ja. En als je het weer open gaat graven, kom je het weer tegen. Ja. Ook op plekken waar het eigenlijk niet voorzien was. Zoals hier eigenlijk. Nee, we hebben hier eigenlijk een nieuwe oever gemaakt helemaal. We moeten een bepaald doorstroomprofiel hebben voor de Dommel. Ja. Dus dat is eigenlijk van begin tot eind hebben we een bepaald doorstroomprofiel. Er moet een bepaalde hoeveelheid kubus bij een bepaalde afvoer water moet er doorheen kunnen. En dat is eigenlijk, hier was de Dommel eigenlijk te breed. Dus dat was eigenlijk een te breed profiel eigenlijk voor wat men voor ogen had. Dus vandaar dat we hier eigenlijk de oever schuin, heel schuin eigenlijk de Dommel in hebben laten lopen. Ja. En daarmee de Dommel zelf iets verflauwd hebben. En we hebben de bodem ietsjes weer opgehoogd na het baggeren. Ja. Wat gebeurt er als het profiel te ruim is? Dan gaat het langzaam stromen en dan loopt eigenlijk een beetje het waterpeil omlaag. Dus dan loop je eigenlijk, heb je een soort van leegloop, zeg maar. En dat past dan weer niet helemaal met de vistrap die iets verder stroomopwaarts liggen. Ja. Want de laatste vistrap die moet een bepaalde verschil hebben, zeg maar, met het water wat erachter ligt. Anders kunnen de vissen er alsnog niet tegenop. Ja. Hoeveel vistrap heb je gelegd in de hele stad? We hebben eigenlijk hier de stuw bij de Dorgloolaan, die hebben wij nou vervangen door 12 vistrappen. We zijn nog niet helemaal klaar, de laatste 4. De stuw bij de Dorgloolaan, ja, die vervalt nu eigenlijk. Die vervalt en er worden 12 vistrappen. Ja.
voor de plaats gebracht. Nee, jij bent hier bezig geweest al die jaren. Je hebt de machines aangestuurd, hè? Ja, ik ben een van de uitvoerders ja, die hier gewerkt heeft. Dan heb je heel wat commentaar gehad van bewoners, denk ik. Ja, vooral voor overlast. Maar al de rest is eigenlijk alleen maar lovend geweest. Jij hebt ook lovend commentaar gehad. Jawel, zeker hoe het eruit komt te zien aan de hand. Als mensen zien, vooral bij de Italiëlaan is dan, daar hebben we heel lang een depot gehad, zeg maar. Wat uiteindelijk die mensen daar eigenlijk niks van terugzien. Ja. Er is wel gebaggerd daar, dus de dommel is daar schoner geworden. Alleen visueel zie je er eigenlijk heel weinig van terug. Dus voor die mensen is het eigenlijk alleen maar een beetje overlast geweest. Zijn er nog hotspots voor jou waar jij ontzettend trots op bent? Nou, het is meer het algemeen eigenlijk. Kijk, een stukje Boutenslaan is een leuk stukje geworden eigenlijk. We hebben ook, behalve de vistrap eigenlijk, wat voor de vissen begaanbaar is, zijn ook alle bruggen eigenlijk weer aan bod gekomen voor de, met name voor de doelgroep de bunzing. Ja. Dat die eigenlijk door de hele stad heen kan trekken. Ja. Natuurlijk, naast de bunzing kunnen ook een hoop andere dieren daar gebruik van maken. Ja. En daar is eigenlijk ook behoorlijk veel tijd in gaan zitten om al die faunapassages eigenlijk te maken. Ja. Als je hier bij de Ekenbrug kijkt, is het niet nodig omdat er alleen maar een fietspad oversteekt. Deze is de Bij de volgende, bij de Dorglolaan dus wel. Daar kan een bunzing ook over. Die kan gewoon over het fietspad heen, dus je hebt geen risico dat hij daar doodgereden wordt, bij wijze van. Bij de volgende maak je dan weer. De volgende is dan het Limburgpad ook niet, maar dan bij de Dorglolaan bijvoorbeeld wel. Er zit een complete constructie onder de brug door waar het beest overheen kan lopen. Ja. En bij het Dommeltunneltje gaat er ook eentje helemaal onderdoor. En bij de Boutenslaan het best een mooi stukje geworden. En bij de, net aan de andere kant van het spoor eigenlijk, hè, bij de, tussen Stationsweg en het Dommeltunneltje. Ja, een kort stukje, maar wordt wel leuk. En dat is een cruciaal stukje, omdat daar de gender bij komt. Ja. Dus daarom is het ook dus jullie hebben daar het traject van zeg maar 3 meter gender gemaakt. Ja. En daarna zit hij weer 1,5 kilometer, 3 kilometer onder de grond in de pijp. Ja. Maar ooit dan gaat hij daar. Ja, hij zou toch boven grond komen? Ja, ooit gaat hij. Dus, dat is de bedoeling nog in ieder geval. Dus dat zal de gemeente. Dus dat wordt je volgende project? Nou, dat wordt niet mijn volgende project. Maar dat kan ook pas over 2 jaar, dat kan ook over 5 jaar zijn dat ze daarmee in de gang gaan. Ja. Dus dat lag wel in de verwachting in ieder geval. Een stukje wat we nou daar gemaakt hebben. Ja. 20 meter ongeveer, denk ik. Dat is eigenlijk. Het is een begin. Ik heb aardig mijn voet in de aarde gehad, maar dat is nog een. Eigenlijk het eindstukje van de gender. Wat nog compleet aangepakt moet gaan worden. Eind jaren 80, zegt Karel van Dijk. Weet je wat, die stad die gaan we anders indelen in drieën. We hebben de westzijde langs de A2, Poot van Metz, daar wordt het geld gemaakt. Daar is industrie, daar wordt hard gewerkt. We hebben het centrum rond de markt, cultuur, ontmoeting, uitwisseling. En dan hebben we de groene ader langs de hele rivier. Dat is ontspanning. Daar kunnen de nerds zich ontspannen, loslaten en dan komen de ideeën naar binnen, de lampjes komen op. Nou, hier vind ik dan een gaaf beeld, want ik hou van die beelden. Hier zie je de TU, hè? Kennis, focus op begrippen, focus op processen. En direct kunnen ze mensen in de pauze loslaten, ze kunnen hier langs de rivier komen. En dan doen ze die natuurkracht van de Dommel op. Dat doen wij op die Dommelse kracht. En dat heeft iets bruisends, dus het heeft iets bewegelijks, het heeft iets waar de tijd eindeloos door kan gaan. Nou, en het besef voor ons dat er een schone rivier is, dat hebben we een keer uitgerekend, hè? Zoveel slip, vervuilde slip, als er uit de rivier gehaald is, dan kan je het hele PSV-stadion ongeveer mee vullen. Ofwel een voetbalveld 30 meter hoog optassen. Ja. Dat is in elk geval onze stad uitgevoerd. Het ligt ergens als een probleem voor de kinderen en de kleinkinderen, hè? Het ligt in het depot. Ja, het ligt in het depot, maar op zich ligt het helemaal compleet opgeslagen, zeg maar. Veilig in het depot, en ooit wordt daar wel, misschien wordt dat hier op de TU wel bedacht, wordt er materiaal weer uitgewonnen. Ja. We hopen dat onze kinderen nog zeker zo intelligent zullen zijn. Nou, het is schoongemaakt, oevers zijn natuurlijk aangemaakt, ingericht, en de vissen kunnen dankzij de vistrappen helemaal weer de rivier op. En de zalm gaat hier langskomen. Ja, dat is voortreffelijk. Ik denk dat het heel goed is dat jij met alle andere uitvoerders en de mensen die gewerkt hebben en de mensen die voorbereid hebben en de opdrachtgevers gewoon even in het zonnetje staat. Dus je even in de zon. Letterlijk. Goed in beeld. Letterlijk in de zon. Het is gewoon opdrachtgever, het waterschap met de gemeente die het geld beschikt. Zo is het. En wij zijn toevallig de aannemer. Ik ben waar inwoner van Eindhoven, hartstikke bedankt. Ja. Ik
Dat is een beleid dat we het mogen maken en dat is voor ons is gewoon werk. Ja. Maar het is wel een heel leuk werk geweest ook, want het is eigenlijk een uniek project. Ja, er zijn niet veel van dit soort projecten in Nederland, zou ik wel zeggen. Nee. Er zijn maar heel weinig plaatsen waar zo'n rivier dwars door de stad heen. Ja. Met zo'n nieuwe functie van ecologische hoofdstructuur. Ja. Organismen kunnen plaatsen langs de rivier, zodat er maar biodiversiteit ook in genenmateriaal blijft staan. Tom Dollevoet. Mooi. Niet dol te krijgen, hij bent altijd rustig in het proces. Jij bent niet vaak boos geweest, denk je, hè? Nee, daar heb je niks aan, hè? Nee. En er is dus een heerlijke brug gemaakt. Fijn qua vorm. Dat is een mooi ding, ja. En het water stroomt eronder. Ja. Je moet je voorstellen, hè, je hebt nou een treinreisje gemaakt. Dan loop je hier naartoe, dan hoor je dat ruisen, dan word je wel wakker, hè. En dan heb je zin in die studie. En dan ga je naar binnen. Professor, vul me. Daar zie je een van de meanders die hier gemaakt zijn. Veel gebeurt in die 5 jaar tijd. Ja. Als je hier rechtdoor kijkt, daar een stukje ondiep met pitrus en daarachter met wilgen. Daar liep de Dommel rechtdoor. Die heeft zo'n slinger gekregen. Ja. Daar zit een paar honderd meter extra Dommel bij. Ongeveer 10 meter breed, zeg maar 200 meter extra slinger. Dat is dus 2000.
vierkante meter water erbij. Ongeveer een halve meter diep, waterbergend. Wat verder toegevoegd is, veel meer dynamiek in het water met al die bochten. Ja, en dan zien we weer die krulletjes in het water. Ja. En zo'n oude inham, die is dan beschut gebleven. Ik weet niet precies wat daar de ecologische waarde van is, maar dat zal zeker ook iets hebben. Water mag hier gaan bewegen. Is van smal naar breed, draaien en die kant weer op en dan daar weer de bocht om. Het water wordt zo gemasseerd, al die waterdeeltjes. Wat zei je? Ik zei, is het feest of is het feest? Moet je eens kijken, wat een swingende bedoeling hier. Het water, zijn bochten, de populieren die hier staan te swingen. Daar staan de populieren straf en recht. Die boom is al bezig met ontharden, Tom. Ja. Dat kun je zien. Die drukt het een en ander omhoog. Ja. Daar hebben we toch niet zoveel tegels nodig. Die wortels willen ook ontsnappen, zie je dat? En dan heb je ook niet zoveel mensen nodig die al die oneffenheden weg gaan halen. Ja. Zeg Tom, als je het dan toch over ontharding hebt, hè? Maar hier, ik heb het wel eens uitgerekend, hoeveel vierkante meter tegels hier weggehaald zijn in de stad. Ja, ja. Hier is echt een bijdrage geweest. Stel dat die weg een kilometer lang is, het geheel, en dan in totaal zeker 3 meter breed. Ja, als je dan in een aftrekt, 3 meter breed, dus het is 3000 vierkante meter. Het is niet te vergelijken met hoe we hem vorig jaar aantroffen, toch? Ja. Kijk, de stoep buigt dus echt mee met de boom. Dat is bijzonder. Oude tegels worden afgevoerd. Wat ik bang ben dat je erop moet letten dat ze hier niet heel veel gaan fietsen. Niet veel gaan fietsen, want dan is het geen wandelding meer. Hè? Ja, ja, kijk, ja. Daar is het fietsen. Ja, ja, ja. Maar dan hebben ze een mountainbike en dan kijk, als het gewoon naar een mountainbike blijft, dan is het goed. Maar als je echt fiets wordt, nou, dan vind ik dat er een politie moet komen en ze allemaal boete moet geven, want ik vind dan is de natuur weg, hè. Ja, en van die boetes gaan we dan een feestje maken of zo. Normaal niet. Oh. Ik schiet ze allemaal af die dat doen hier. Ja, ja. Oh. Ik vind, nee, in principe doe ik dat natuurlijk niet, maar ik vind, als je tegen iemand zegt, eigenlijk is het niet leuk dat je hier fietst, ja. Hè, dan kijk je aan. Dus die mensen die hebben niks met natuur. Ja. En dat is vooral met mountainbikes of? Ja, daar hoor ik dat er nou veel mountainbikes mooi vinden. Ja, ja. Maar dat vind ik nog niet erg, dat zeg ik toch.
Maar ik bedoel, als iedereen hier gaat fietsen. Ja. Dan snap ik. Dan is een stuk van die wandelruimte die weg dan. Dan is het niet erg dat ze hier fietsen, maar dat is alles onrustig. Ja.